dacht ik. Hé. Hey. Hallo. Hallo. Hoe is het met je? Ja, prima. Maar... Leuk. Hey. Kom erin. Leuk. Ik trouwen? Nooit. Maar ik maak één uitzondering. Voor haar. Suus! Je weet dat ik altijd heb gezegd dat ik niet wilde trouwen. Let maar aan mij. Kijk, op een hartstikke mooie huwelijksboot voor je gemaakt. Dan ben je met me trouwen, schat. Dat is lang geleden, schat. Ik krijg nog steeds tranen in mijn ogen daarvan. Echt waar. Ik kan er niet aan door dat muziekje. Ja. Ik heb natuurlijk een hele belangrijke vraag voor jullie. Zijn jullie nog bij elkaar? Al 16 jaar, hè? Ja, nog steeds. Al 16 jaar. Ja. Elke keer als ik het dan terugkeek, had ik zoiets van... Het was natuurlijk best wel een heel moeilijk jaar. Want ik was natuurlijk zelf net, zeg maar, aan het herstellen van overspannenheid. Mijn oma lag op sterven dat jaar. Dus die emotie die kwam eigenlijk daardoor ook wel eruit. Nog één. Nog één. Ja, nog één. Ja. De neus, ogen. Ja! Ja! Ja, ik weet wel dat mensen zeiden van... Chill, man, je gaat toch niet met je bruiloft op de televisie? Toen zei ik ook van, ja, maar in die tijd mocht je nog niet... in de studio, dus we zijn ook daarna nog met de lichten uitgetrouwd. Twee keer op één dag getrouwd. Ja. Ik vond het heel bijzonder, ook gewoon de hele show en dan was er huwelijksnacht erachteraan. En dan die ochtend, dat nou, weet ik wel. Wil je dat wel... nou wel vertellen? Nee, jawel. Die ochtend daarna weet ik wel dat ik mij heel erg alleen voelde. En dan zit je in je hotelkamer, ja, gigantisch mooi natuurlijk. Maar dan had je echt, we stonden op het balkon, dat weet ik nog wel heel goed. En we hadden echt zoiets van, wat is er nou allemaal gebeurd? De tijd vliegt als je lol hebt. Zal ik dan tellen deze keer? Ja, dat is goed. 10 seconden zat. De tijd loopt. Stop. Ze kunnen nee. Wel niet tellen. Nee. Dat is het gewoon. Ben ik helemaal naar Finland gekomen om mijn vriendin ten huwelijk te vragen. Ze is helemaal gek van skiën. Ligt er geen sneeuw. Maar gelukkig heb ik wat anders gevonden. Ja, zeg. Lieve meekijker, ik hou gewoon heel veel van je. Maar dat kan ik wel 100 keer zeggen. Maar... Wil je met me trouwen? Ja. En welkom op deze tweede kerstdag bij Love Letters. Dat is 15 jaar geleden. Ja. En we zijn nu 15 jaar getrouwd. Ja, 1 december 2000. Ja. En hoe kijk je hierop terug? Met heel veel plezier. Ja, het is echt een hele leuke ervaring om op die manier te trouwen en je aanzoek te mogen doen. In Finland. Ja, en jij wilde het altijd op een speciale manier. Ja. En dat is denk ik wel aardig geluk. Dat je mijn hartslag nu voelt. Ja, maar dat ik in Finland was voor een ski-item, terwijl er helemaal geen sneeuw lag. Ik vind het nog wel heel raar dat ik dat allemaal niet door had, dat jij daarachter zat. Ja, wel goed, je ziet ook het moment dat ik zo reageer van... Nou, Arthur, kom maar op met huwelijksaanzoek. Toen viel het kwartje pas. Wat ben je kwijt? Geld, portemonnee. Ja! Maar op dat moment was ik me er niet van bewust hoeveel mensen er thuis zouden kijken en hoeveel reacties je achteraf nog zou krijgen. Ik was gewoon met een spelletjesprogramma bezig, wat ik heel graag wilde winnen. Echt mooi.
Ja, ik sta nog elke ochtend ondergaan de trap te springen. Als ze uit bed komt. Ja, maar hij vindt het nog steeds leuk als ik me mooi aankleed. Als ik in een jurk naar een feestje ga, wat zeker niet vaak gebeurt, dan is hij wel blij. Dat vindt hij leuk. Arthur Zwinkels. Neem jij aan tot je wettige echtgenote, Meta van Marrewijk. En beloof je getrouw alle plichten te zullen vervullen welke de wet aan de huwelijkse staat verbindt. Wat is daarop je antwoord? Ja. Nou, wij hebben sowieso twee prachtige kindjes gekregen. Ja. Ik denk dat dat wel de grootste verandering is geweest. Toch? Ja, ja, zeker. Maar verder is er niet zo heel veel veranderd. Nee. We zijn nog steeds lekker sportief bezig. Alleen dan nu met z'n viertjes in plaats van samen. Ja. En nou, verder gaat het allemaal gewoon zijn gangetje een beetje. Dat klinkt heel saai, maar dat is het niet. Allebei snowboarden? Nee, ik ski. Ja. Niks snowboard. Maar gaat dat samen? Tuurlijk gaat dat samen. Ja. Als die me bij kan houden. Dag, hallo. Christian. Goedemiddag. Hoe is het met je? Hartstikke goed. Kom erin. Dag, lieve Natasja. Je houdt ontzettend veel van romantiek, van kastelen en van rozen. Daarom heb ik je uitgenodigd om naar de kasteeltuinen te komen. En daarom wil ik je vragen, lieve Natasja, wil je met me trouwen? Ja, natuurlijk. Christian en Natasja. Het was een beetje veel allemaal volgens mij. En Natasja, je was zo verbouwereerd dat je helemaal niet meer wist hoe je moest reageren. Nee, want ik denk, ja, wat gebeurt er allemaal? En ik was met stomheid geslagen. Heftig. Wel ontzettend mooi. Het blijft een ontzettend mooie herinnering. En ja, dankbaar dat we dit nu op beeld hebben. Zeker na alles wat er gebeurd is. Helaas is Natasja overleden. Nou al bijna 9 jaar geleden. Ze is gestorven aan darmkanker in 2007. We hadden een dochter, Annabel, die is in 2002 geboren, 12 augustus. En we bezoeken regelmatig een kerkhof, we praten er veel over. En, maar we zijn gelukkig nu weer een complete familie. En woon ik inmiddels 6 jaar samen met mijn lieve vriendin Corine. En hebben we 2 zoontjes gekregen, Jurian en Benjamin. En met Annabel vormen we een prachtig gezinnetje. Hey, past die? Past ze wel. Natasja Slijpen, neem jij aan tot je wettige echtgenoot Christian Maas, en beloof je getrouw alle plichten te zullen vervullen welke de wet aan de huwelijkse staat verbindt. Wat is daarop jouw antwoord? Ja. Dan verklaar ik hierbij dat jullie vanaf dit moment door het huwelijk aan elkaar bent verbonden. Gefeliciteerd. Toen was ik 30, nu ben ik bijna 44. En maar het leven lag er gelukkig weer toe. Dus door positief te blijven, sterk te blijven, is het toch wel goed gekomen allemaal, uiteindelijk. Wat onze nieuwe prins 2016... is Prins Christian en Prinses Corine. Ik ben nu de 60ste prins van het dorp. Ik word 44 jaar, 4 keer 11 is weer een carnavalsgetal. Dus en in het dorp is het, als je als prins wordt gevraagd, is een grote eer. Maar ons motto van ons leven en het, zoals het leven gelopen is, is dat elk einde een nieuw begin is. En ook hoe dingen na de 7, 8 jaar op mijn pad kruisen, dat is heel uniek en heel mooi. En als je heel veel pech hebt gehad in het leven, dan ben ik van overtuigd dat er ook wel nieuw geluk voor je ligt. En elke fase van het jaar, en of het nou de carnaval is of de winter of de zomer, elke dag heeft zijn mooie momenten. En daar genieten wij enorm van. Dag Wouter. Goedemiddag, leuk dat je er bent. Wil je verder komen? Graag. Nou, kom binnen. Looks like we made it. Look how far we've come, my baby. We're not a long way. Alleen nog één dingetje wat jij graag wil, hè. En ik ook heel graag. En daarom wou ik je vragen.
Wil je met me trouwen? Ja. Willeke en Wouter. Zitten we weer met oog op zak. Maar waar ik natuurlijk heel erg benieuwd naar ben, is, zijn jullie nog samen? Ja, dat zijn we nog steeds. Ja, we waren afgelopen jaren 10 jaar getrouwd. De zomer die erop volgde zijn we getrouwd. Met een groot feest, mooi weer, midden in de zomer. En achteraf inderdaad zei ik ook van, nou, ik ben blij dat we tweede zijn geworden. Want precies wat Willeke zegt, dat is allemaal gewoon lekker op onze eigen manier kunnen doen. Maar ik kon heel goed bij Wouter zien, die had echt... Die wil altijd heel graag winnen. Maar het heeft toch niet mogen baat. Jullie zijn tweede geworden. En dat betekent voor jullie 3000 euro om een geweldig feest te geven. Belastingvrij. Nog steeds vind ik dat als ik het nou zo zie, dan denk ik van... Shit, tweede. Maar ik ben er heel erg blij mee achteraf. Maar ik kan zien dat ik daar echt heel erg baal. Want ze zeggen, je hebt een prijs gewonnen van 3000 euro. En ik zie me eigenlijk zo kijken. Ja, hartstikke leuk, maar ik wou eigenlijk eerst eens horen. Ja. Robert Duval. Shirley MacLaine. Ik moet zeggen, de hele rijtjes kan ik niet meer opnoemen, maar er zijn wel momenten dat ik televisie kijk en dan noemen ze een naam en dan denk ik er gelijk weer aan terug. En ik kon ze allemaal op een duur, maar ik maakte helaas een foutje met het jaartal volgens mij. 68, Oliver. Stop. Goed gedaan. Het is compleet anders, nu met z'n tweetjes en een hond, maar... Ja, een compleet gezin en een eigen bedrijf wat supergoed loopt, wat heel leuk is om te doen. En alles wat we in de bakkerij maken, dat doe ik samen met de bakkers. En dan hebben we natuurlijk nog de winkel zelf. En daar hebben we dan iemand voor aangenomen, zeg maar, die de winkel eigenlijk regelt, samen met Willeke dan. En we hebben er bewust voor gekozen dat Willeke er in principe 3 dagen in de bakkerij is en ook nog thuis is. Want we hebben natuurlijk 2 kleine kindjes en ja, dat willen we ook gewoon zelf opvoeden. Ik moet zeggen, het is elke dag een feest om thuis te komen. Want elke dag als ik thuis kom, dan is het papa! En dat blijft echt gewoon superleuk, vind ik. Het geheim voor een goed huwelijk. Ik denk voornamelijk blijven praten, communiceren, lol hebben. Dingen samen doen, dingen apart doen. Maar gewoon wel veel plezier maken en ja. Ik weet niet, het gaat nog steeds goed, dus ik denk dat het gewoon is. Dag Gert. Hey, leuk dat je er bent. Kom maar in. Heb je het makkelijk kunnen vinden? Kan je even meekomen? Ja? Zeker. Je bent echt de meest bijzondere vent die er is. En ik wil graag aan jou vragen of je met me wilt trouwen. Zeker. Ziet weer vol. Vindt, fantastisch. Ja. Zo'n mooie, dierbare herinnering. En laten we eerlijk zijn, jullie bijten natuurlijk wel een beetje in het spits af hier vanavond. Over een paar jaar is dat homohuwelijk natuurlijk helemaal ingeburgerd. Ja. Maar nu zijn jullie wel de allereerste. Ja, we zitten nog naast elkaar, dus ja, zijn we steeds samen. Dus, ja. De tijd is ja. Dat was echt heel gaaf. Ja, op de een of andere manier past dat toch gewoon bij ons. Voor het eerst in de geschiedenis, dames en heren, een bruidegom die van de trap komt. We gaan er met z'n allen van genieten. Hier is jouw Dave. Ja, en dat je daar van die trap af mag komen, dat vond ik wel heel erg gaaf. Dat was een van de momenten die ik nog heel goed kan herinneren. Want ik weet, van tevoren had je dan uitleg gekregen van hoe je naar beneden moest komen. En dan gingen die deuren open en dan moest je bij jezelf tellen van 21 en dan mocht je lopen. En die deuren gingen open en ik stond daar en ik keek zo die studio in. En al die mensen die naar mij keken natuurlijk, ik dacht 21. Ik ga nog even door, 22. Ja, en ik kan ook bij een film janken en vind prima. Dat mag de metroman anoniem geloof ik doen. Hè? Nee, dat, ik ben best emotioneel, toch? Ja, maar geen metroman. Nee. Gert van Grunsven, neem jij aan tot je wettige echtgenoot Dave Baakland en beloof je getrouw alle plichten te zullen vervullen welke de wet aan de huwelijkse staat verbindt. Wat is daarop je antwoord? Absoluut en heel graag. Een vriendin van mij die alleenstaand is, die heeft gevraagd of ik donorvader wilde worden voor haar. En dat was voor mij heel makkelijk om daar ja op te zeggen. En daar is ruim 5 jaar geleden een dochter uit geboren, Livia. Ontzettend leuk kind en het contact is gewoon heel erg goed. En we kunnen ze zien wanneer we willen.
We doen er van allerlei leuke dingen mee. Dus we zijn er eigenlijk alleen op de leuke momenten. En dat is gewoon heel erg leuk. Wat is volgens jullie het geheim van een goed huwelijk? Weet jij die? Nee, ik denk dat je gewoon geluk moet hebben. Als je gewoon na zoveel jaren nog steeds het idee hebt van ja, we passen bij elkaar, het is gewoon goed zo. Ja, dan is het zo. Ik denk op het moment dat je het gevoel hebt van ja, dit voelt niet goed. Ja, dan moet je er vooral mee kappen. Maar bij ons voelt het gewoon nog goed, dus... Goed om te horen. Ja, toch? Ja. Maar ja, het geheim, joh, ik weet het niet. Als ik het opnieuw zou moeten doen, zou ik het exact hetzelfde doen. En ook weer met Dave, dus... Daar ga je. Nou, wat leuk dat jullie er zijn. Kom binnen. We zijn al ruim 4 jaar bij elkaar, schat. Ik zou je vandaag op deze prachtige omgeving, met een mooie uitzicht, zou ik je willen vragen. Lieverd, wil je alsjeblieft met me trouwen? Ja, tuurlijk. Zakdoekje aanbieden, ja, voordat je mascara ergens hier zit. We gaan het eerste spel spelen. Ook Willeke en Arjen krijgen natuurlijk de mogelijkheid de eerste 25 punten te verdienen. Ja, dat is bijzonder. Bijzonder om weer terug te zien. Ja, het is toch een hele beleving geweest. En, ja, bijzonder. Mooi. Maar ook wel dubbel. Ik ben niet meer samen met Willeke. Tegenwoordig woon ik in Leeuwarden. Daar heb ik mijn baan, mijn werk. Ik heb een nieuwe relatie. Met mijn vriendin en haar dochtertje, die inmiddels 4 is. We hebben een nieuw, op z'n zachtst uitgedrukt, best wel eng spel dat zich afspeelt op een platform op maar liefst 30 meter hoogte. En de enige manier om daaraan te ontkomen is ervoor zorgen dat je de meeste punten hebt. En dat is iets wat Arjen, denk ik, buitengewoon aanspreekt met zijn hoogtevrees. Ik zeg het maar even, Arjen, want in de volgende ronde zijn heel veel punten te verdienen. Ja, ik was van tevoren ontzettend zenuwachtig. Hè, vooral in de eerste spellen. Moest je natuurlijk de meeste punten zien te halen, want anders moest ik dat spel gaan doen. Dus dat zat echt wel in mijn achterhoofd. Dus ik had het idee dat de druk voor mij toch wel een stukje hoger was dan bij kandidaten die er geen moeite mee hadden om de lucht in te gaan. Nou ja, dan komt het moment dat je dus het spel moet gaan doen, dat je dus de lucht in moet gaan. Ja, en toen dat besef kwam, besefte ik ook van ja, dan houdt het hier ook op. Dat wist ik eigenlijk vrij vlot al. We staan nog op de grond, nog helemaal niks aan de hand, maar ik zie al een bleek gezichtje. Ja, ik ben ook bang voor wel, ja. Je bent bang dat je het niet gaat doen? Ik ben bang dat ik het inderdaad niet ga doen. Denk je dat Willeke je dat heeft kwalijk genomen? Nee, absoluut niet. Nee. Wat zijn beslissing ook is, en hou ik van hem ook toch wel. Nou, dat is wel gezegd. Tuurlijk zouden ze het jammer hebben gevonden, zouden ze het graag hebben gezien dat ik het wel had gedaan, maar nee, kwalijk heeft ze me nooit genomen. Nee. Ik heb aan de ene kant helaas geen contact meer met Willeke. Ik denk af en toe best nog wel eens aan Willeke. Van, goh, hoe zou het met Willeke gaan? Ik weet wel dat ze inmiddels 2 kinderen heeft. Maar verder heb ik geen contact met haar. Dat vind ik aan de ene kant best wel jammer. Want Willeke was ooit de liefde van mijn leven. Maar het is ook oké. Hoe zie jij de toekomst? Over 15 jaar, waar ben je dan? Over 15 jaar hoop ik toch nog steeds met dezelfde vriendin te zijn. Met haar dochtertje. En hopelijk met een kindje van mezelf erbij. Dag Jolanda. Hallo. Hoe is het met je? Ja, heel goed. Maar kom erin. Ik zag het al aan de steps, hè? Wat verdorie. Ik kan heel erg mezelf zijn bij jou. Mooi. En je kunt me ook heel erg geruststellen. Mm-hmm. En opvrolijken. En we hebben ook heel veel lol samen. Ook het afgelopen jaar en zelfs het afgelopen jaar. Mm-hmm. Wil je met me trouwen? Natuurlijk. Hoi, dat is Vincent. En dan nu de vraag, zijn jullie nog bij elkaar? Nou en af. Elke dag. Nou en af. Ja. Ja. En verliefd? Ik 24 uur per dag eigenlijk, want wij werken ook samen, hè? Oh, ik ben echt een hele kille vries. Ja, mijn koelkast.
Nou, volgens mij heeft Vincent zijn trilfunctie geheel uitgezet. Want kijk even hoe soepel hij dat doet. Ik vond dat zo mooi. En dat ik ook heel gelukkig ben en dankbaar dat we het nog steeds uitdragen. Want ik ben zo ziek geweest daarvoor. En ook tijdens de show, je ziet me de hele tijd staan. Zodra de camera weg was, moest ik zitten, soms liggen. Dat is niet te zien, maar ik voel het nog. Mm-hmm. Ik had lymfeklierkanker. Daar ben ik achtergekomen en echt 3 dagen daarna moest ik beginnen met de behandelingen. Nou, daar ben ik heel lang nog moe van geweest. Maar het was goed te genezen, goed te behandelen. En daar ben ik nu nog elke dag zo dankbaar voor. Hoi. Hoi. Onze dochter is inmiddels 12. Famke is 1,5 jaar daarna geboren. En we zijn ook wel een goed trio samen. We kunnen heel goed met elkaar. En er wordt wel heel veel geknuffeld. Hoi. Ja. Hey. En dan ben ik van mezelf dus niet. Dus dat heb ik in dit gezin echt geleerd. Ja, die trap, dat was toch wel de droom. Ja. En wat heb ik vervolgens gedaan? We kregen echt een huis met een trap. Ik dacht, nou, daar ga ik vanaf. Maar dan wel in mijn jurk. En gelukkig paste die ook. Ik heb hem dus in totaal, we zijn nu 14 jaar getrouwd. Ik heb hem 13 keer aangehad, precies op de dag. En dan kleed ik me boven om. Alles helemaal in vol ornaat, ging naar beneden. Elk jaar. Kussen? Dus heb ik voor het eerst jouw kus. Dag Wendy. Hey, wie hebben we daar? Hoe is het met je? Goed. Ja, hartstikke goed. Kom verder. Kom binnen. Oh, liever. Oh, hi. Ik kan geen dag zonder je. We hebben het heerlijk. Ik wil gewoon heel oud met je worden. Ik hoop dat jij ook heel oud met mij wil worden. Ja. Ja. Ik ben je maar trouwen. Oh, ja, liever. Ja, natuurlijk. Oh. Jullie hadden al een geregistreerd partnerschap met z'n tweeën. Waarom dan toch nog trouwen? Is dat net een stapje meer? Het is een bezegeling voor je gevoel dat je echt getrouwd bent, dat je voor de wet getrouwd bent. En van, met jou wil ik mijn hele leven oud worden. Dat je één keer openlijk zegt, jij bent het voor mij. Nou, en openlijker dan hier kan dat eigenlijk niet. Hè? We zijn niet meer bij elkaar. Nee, we zijn wel heel oud met elkaar geworden. En we zien elkaar, we zien elkaar dus nog. Ja, ja. En ja. We zijn 11 jaar samen geweest, waarvan 5 jaar getrouwd. En ja, en toen zijn we toch uit elkaar gegroeid. Ja. En nou, allebei de andere kant op gegaan. En dat hebben we op een hele mooie manier afgerond. Kijk, je gaat niet voor niks uit elkaar, dus er is natuurlijk ook wel eens hier en daar een bommetje geweest. En ook nog wel eens een flinke knal. Maar nee, het is wel op een mooie manier, hebben we het wel afgerond. En we hebben nog steeds op een mooie manier contact met elkaar. Ja. Dus wat doen jullie? Zelf ervoor gaan met 11? Of zeggen jullie nee, laat zij het maar doen en gaan dan heel hard hopen dat het niet lukt? Je past. Ja. Heel spannend voor Wendy en Bettina dit. We hadden zo goed geoefend, hè? En we konden ze iedere keer de 10 uitkrijgen. Ik kan helemaal de teleurstelling weer voelen. Ja, het was zo'n domper. Ja. Dat mag je best even wegslikken, want het is nogal wat. Je had je er enorm op verheugd. Linda baalde ervan, wij baalden er natuurlijk van. We hadden zo ons best met alles gedaan. Ze zegt van ja, meiden, weet je wat? We gaan Bettina verrassen. We gaan alsnog die trap af. Dat was fantastisch. Maar het publiek wilde eigenlijk niet meer blijven zitten, had ik gehoord.
En toen hebben die dames van de catering en alles, die waren zo... Nou, die waren eigenlijk een beetje voor ons. En die hebben die deuren gebarricadeerd. Dat ze er niet meer uit konden. Ja. Dat iedereen toch echt moest blijven zitten. Omdat we dus alsnog die trap dus afkwamen. Hoe ik erop terugkijk is... Ik vond het... Het was allemaal oprecht. Ik ben heel blij dat ik de ervaring heb mee mogen maken om te trouwen. Voor mij voelt getrouwd zijn ook echt wel anders dan samenwonen. Ja. Volgens mij hebben we alles eruit gehaald wat erin zat. En het is goed. Maar Wendy zit nog altijd wel gewoon in mijn hart. En dat, ik denk dat dat... Als je zo van elkaar gehouden hebt en als je zo dicht tot elkaar hebt gestaan, dan denk ik dat altijd wel zal blijven. Dag Christel. Hey, leuk dat jullie hier zijn. Welkom in België. Kom erin. Lieve Hans, we kennen elkaar nu zo'n 10 jaar, waarvan we 8 jaar samen zijn. Ik wil je vragen, wil je met me trouwen? Ja. Ja. 14 jaar getrouwd en al 19, 20 jaar samen. Ja. Blijft leuk. Altijd. Hoe vaak we het ook terugzien. Vroeger als de kinderen kleiner waren, vroegen ze nogal eens regelmatig, gaan we nog eens kijken. Maar nu is het al heel wat jaren geleden. Hè. Ze zijn ondertussen ook 19 en 16, dus dat is niet meer zo interessant. Absoluut, ja. Ja, dat was weer een ja. Ja, godver mag ook niet. Nee. Christel! En met Jan Neespel waren wij heel slecht gestart. Destijds het opnameteam eromheen had ook niet verwacht dat wij nog zouden winnen. Nee. Zeker weten? Ja. Ja. Niet meer wisselen? Nee. Oké. Pak sleutel 2. Als je goed in de sleutel keek het verschil, kon je de diepte waar het slot de pin invalt in de sleutel. Kon je zien, dus degene die het diepst is, dat is de passende sleutel. Kijk erin, bij die tweede, ik zeg oké, dat is hem. Veel succes. 1, 2, 3, ja! Ja! Is de goeie! Ja, je doet het hek open en je wordt gewoon helemaal gek. Ja, er valt zo'n enorme last mee af van al die dagen die opnames. De apparatuur, die armbandjes, die zijn inmiddels alweer stand-by om jullie romanticus, zoals we hem noemen, nauwkeurig te meten tot in de 100ste van de seconde. Ja, we moesten 30 seconden pakken. We hadden een stopwatch gekregen, dat weet ik nog. Ja, gewoon oefenen. Ja, jij zat in de auto met de stopwatch te tellen in de file. Tot en met 30, 21, 22. Maar dat ik daarna zo goed ben uitgekomen, nou, dat is wel een gelukje. Ja. En we hebben daar sowieso een caravan van gekocht, nieuw. Die we ondertussen alweer dit jaar verkocht hebben. Ja. We hebben er tussen 3 gehad, maar dat was een mooie aanzet om met de caravan te beginnen te kamperen. En de rest van het geld, ik denk dat we verbouwen gedaan, een stuk gespaard ook. Wat is er op jouw antwoord? Ja, zeker. Dan verklaar ik hierbij dat jullie vanaf dit moment voor de wet door het huwelijk aan elkaar bent verbonden. Zijn voor een goed huwelijk? Nou, ik denk dat we elkaar ontzettend goed aanvoelen. Ja, we doen ook heel veel samen. We doen heel veel samen. Ja. We zijn echt wel een koppel wat ook samen beslissingen neemt. We doen boodschappen samen, shoppen samen. We doen eigenlijk alles samen. En het is nog, zoals je ziet, nog steeds 14 jaar. En gelukkig. Laflet is wat leuk. Kom verder. Volgende droom uit laten komen. Wil je alsjeblieft met me trouwen? Ja.
Oh, jij mag er ook zijn. Alsjeblieft. Hier zit Danny helemaal te snotteren. En ik dacht altijd toen ik jou zag, ja, jij was best wel kalm. Was je helemaal niet zenuwachtig? Ik was heel een beetje zenuwachtig, maar... Je was er wel van overtuigd dat ze ja ging zeggen, ja, toch? Ja, absoluut. Ja, hoe is het nu? Supergoed. Nog altijd samen. Gelukkig. Ja, het blijft mooi om terug te zien. Ja. Ja, echt heel bijzonder. Ook als je tegen iemand vertelt. Het is gewoon echt heel bijzonder om het op zo'n manier ten huwelijk gevraagd te zijn. Nog steeds als ik nieuwe mensen ontmoet en ik vertel het, dan ga ik echt glimmen. Danny, Nathalie omschrijft jou als een extreme romanticus. Waar uitzicht dat in? Wat doe je dan? Ben je van de kaarsjes en de open haarden? En de... Kaarsjes, rozen. Ik koop iedere week rozen voor haar. En zondagsmorgens maak ik een ontbijtje met de kinderen. Hij is absoluut nog heel romantisch. Maar de roosjes, die niet iedere week. Maar de ontbijtjes wel. Ja. Ja. Ja, we zijn in december getrouwd, 20 december. En dat was een fantastische dag. Het was echt heel erg leuk. Het was koud, maar met een hele mooie zon. En de kinderen trouwden ook een beetje, hè? Ja. Ja, die waren echt ook bruid en bruidegom. Nou, ik had natuurlijk Daphne al, die is inmiddels 20. Ik had Quincy al en die is nu 16. En die woont bij zijn moeder. En die is heerlijk één keer in de twee weken gezellig bij ons. En samen hebben we Dilano, die is nu 12. Dus allebei één, ja. En samen 3. Ja, ons gezin voelt niet echt als een samengesteld gezin. We zijn eigenlijk de kinderen onderling. Ze voelen zich als echte broers en zussen. En het voelt als één hecht gezin. Ja, en de vakanties. En, ja. Zo voelt het ook voor hun. Geheim, is daar een geheim? Ons geheim is de echte liefde voor elkaar. Onvoorwaardelijk. Onvoorwaardelijk, ja. We zijn al jaren zo gek op elkaar. En natuurlijk... Nog steeds verliefd. Hebben we ook wel eens een beetje ruzie, maar dat hoort, denk ik, in een goed huwelijk. En, We zijn ook elkaar een beetje elkaar te tegenpolen, maar dat trekt juist aan, zeg maar. Ja, dus nee, we zijn nog altijd echt wel heel gelukkig en verliefd, nog steeds. Ja, we blijven nog even bij elkaar. Eens kijken weer. Dag Niels. Hallo. Hoe is het met je? Ja, goed. Wat een verrassing. Leuk, kom binnen. Wil je alsjeblieft even maar ooit komen? Ik wil ook nog heel veel mooie momenten gaan beleven in mijn leven. Maar daarvoor heb ik wel een speciaal iemand nodig. En dat speciale iemand, die ben jij. Daarom wil ik je iets vragen. Wil je mijn vrouw worden? Lieve Maaike. Zo mooie. Hij wist dat ik altijd heb gezegd dat ik niet wilde trouwen. Maar hij kwam naar aangelopen en ik had gewoon gelijk zoiets van dit moet ik doen. Ik ga meteen ja zeggen, dacht ja. Nee, het gaat heel goed. Ja, net de tweede dochter gekregen. Dus dolgelukkig nog steeds. Nog steeds? Ja. Astrid Joosten. Ik zag er een beetje tegenop, maar als ik er naar terugkijk, nee, ik had niet anders gewild eigenlijk. Ja, onze gasten die hebben het er nu nog over, 12,5 jaar later. En dat het zo'n mooi feest was, dat het zo'n ervaring was. Niet alleen voor ons natuurlijk, maar ook voor de gasten die erbij zijn geweest. Het blijft beter hangen. Ja. Bij de mensen. Ja, en wij opperen het niet, maar de rest wel. Ja. Het was gewoon een super ervaring om mee te maken. De jurk, het pak, de ringen, het feest niet te vergeten, de trouwerij. Hele mooie huwelijksnacht gehad. Ja, huwelijksnacht. Ja. Een auto. En een huwelijksreis. Een huwelijksreis. Ja. Ja. Het was een hele belevenis. Ja. Ik zou het zo weer doen. Nog kippenvel van. Is het niet een show dat je na 25 jaar nog een keer mee kunt doen of zo? Nou, Niels is in een vrouwenhuis beland. We hebben twee dochters. Kiki van 2,5 en Diede van 14 weken al.
wil. Ja, en Kiki wil ook meedoen aan Love Letters, overigens, want ze wil met papa trouwen. Ja. Dus, nou, wij willen gewoon allebei dat onze kinderen een vader en een moeder hebben. Die dat samen ze zijn. In een warm gezin opgroeien. Niet dat wij geen warm gezin hebben gehad, maar we hebben wel met een vader apart en een moeder apart zijn we opgegroeid. Dat is niet altijd makkelijk. Nee, en wij hopen dat we... Ja, dat we onze kinderen wel een heel warm nest kunnen bieden. Ja, dat is denk ik wel... Ons geheim. Ja, ons geheim. Recept. Hey, hallo! Dag, Lydia! Hoi! Wat leuk dat jullie er zijn, zeg! Welkom in Middelburg. Angelo, doe mij een plezier. Draai eens om. Ik geloof in jou. Ik geloof in ons. Wil je met me trouwen? Absoluut. Dan wil ik natuurlijk heel graag weten, zijn jullie nog bij elkaar? Absoluut. Zij gelooft in mij, dat ze, hadden jullie al verteld, heeft een hele bijzondere betekenis voor jullie. Maar waarom is dat, Angelo? Wat heb je met dat nummer? Op een gegeven moment heb ik het gehoord op een bruiloft. Ja? Ja, ik ben dus heel goed naar de tekst gaan luisteren en... Het slaat gewoon op ons. Het loopt als een rode draad door onze relatie, zeg maar. En als jullie winnen vanavond, ga je het voor de zingen, neem ik aan, hè? Ja, absoluut. We zijn in 2001 getrouwd en 3 jaar later is André Hazes overleden, 23 september. Dat was wel even schrikken. Ik hoorde het op de radio, volgens mij. Ik was op mijn werk. Toen had ik het even niet breed. En 27 september 2004... Is hij in de arena, hebben ze afscheid van hem genomen. Daar zaten wij ook bij. Een dag later waren wij 4 jaar getrouwd. Lydia en Angelo. Bekijk je dit nou een beetje als steigerbouwer, Angelo? Niet te veel daarin loopt. Niet? Nee. Dat helpt weinig. Je ziet al die glazen. Je weet op een gegeven moment niet meer wat je moet kiezen. Je hebt zo'n bril op. Ja. Lydia heeft het glas aangeraakt. Ja, ik moet hem pakken. Ja, je moet hem pakken. Positief denken. Pakte het glas en maar ik moest hem pakken. Ze is ontzettend. Ja, en toen ging hij. Helaas. Ik vond het zo verschrikkelijk voor mijn publiek. Dat vond ik het allerergste. Nadat de opnames van Love Letters zijn geweest, zijn we een jaar later getrouwd. September, 28 september. In 2001. Een fantastische bruiloft met alle vrienden en familie. We hebben daarna nog... In 2009 is Sam geboren. Hebben we nog een dochtertje gekregen. Dat was echt een cadeautje. En ja, het gaat goed. Elkaar gewoon laten wie je bent. Gewoon lekker jezelf kunnen zijn. Dat is zo belangrijk dat je gewoon jezelf kan zijn met elkaar. Hoe zie je? Ik ben er nog steeds geen ster in. Ook al loop je heel de dag in je huispak met een knot in je haar, zonder make-up, met de raarste sokken en sloffen aan. Dat je gewoon dan nog zegt, schatje, je bent zo lekker nog. Ik heb gewonnen! Sorry! Ik ben er echt geen ster in. Maar ik heb meer geluk in de liefde.